Hallo iedereen, welkom terug bij part 21 van mijn Plants vs. Zombies walkthrough. En ik klink nog steeds zo gek, want ik ben nog steeds verkouden. En we zijn inderdaad terug in de Zen Garden. En ja, inderdaad, in part 19 of wat was het, hebben we tegen Dr. Zombos gevochten. En ja, ik moet stoppen met het zeggen en ja, dus dat zullen we ook niet meer doen. Ik heb de vorige keer, toen ik het vorige part heb afgesloten, heb ik in Crazy Dave's shop, heb ik nog een aantal sprouts gekocht. Dus die kunnen we dan ook weer water gaan geven en dan krijgen we ook weer geld voor. Daarom heb ik nu ook veel minder geld, maar als deze helemaal volgroeid zijn, dan kan ik die ook weer verkopen met dit dingetje. Deze kan ik ook verkopen en dan krijg ik daar ook weer geld voor. Dus dat doe ik misschien of misschien niet. Ja, en dan krijgen we hier ook weer geld voor, zo. Ja, dat is een gele, kijk eens aan. Ja, en een witte, gewoon een witte. Dat is mooi. Oh, de verkeerde knop, fijn. Het kost me dan ook weer zo'n fertilizer. Maar ja, volgens mij is dit part 20, maar ik weet het niet zeker meer, want weer een witte. Nou, we hebben iets van 3 witte staan. Maar goed, ik durf het niet zeker meer te zeggen sinds de vorige keer dat ik zei dat het een part was, maar waarvan ik het helemaal fout had. Maar in dit part gaan we dus verder met de minigames. En ja, Slot Machine is gepland voor deze video. Dus best wel makkelijk. Het kost 25 zon om hier aan de dingen om dingen te gebruiken. Dus het is eigenlijk gewoon een gokspelletje wat je ziet, die zombie ook hier zo met het geld voor zijn ogen. En de zombies die komen zo dadelijk dan en dan dan moet je gewoon zorgen dat je ze tegenhoudt en dat je ondertussen ik weet niet hoeveel zon verzamelt of zo. Ja, iets van 2000 zon, dat is het doel van dit level. Dus ja, verder niet al te veel speciaals. Het enige verschil is dat je hierboven geen dingen met of geen rij met allemaal planten hebt staan, maar gewoon een gokmachine eigenlijk. Ja, je krijgt dan een licht eraan wat je draait en dat krijg je dan. En soms krijg je ook heel veel geld, maar dan moet je heel veel geluk hebben. Een andere keer dan krijg je gewoon een plant. En een andere keer dan krijg je 3 van dezelfde planten als je die draait. Dus ja, dat is allemaal best wel nifty. Best wel gnarly. En als je 3 van deze hebt, 3 van die diamonds of zo, dan krijg je echt heel veel geld. Maar dat komt bijna nooit voor. Oh ja, en sunflowers die krijg je ook. Dat was ik helemaal vergeten. Of die kun je ook krijgen en dat helpt. Dat helpt je om sneller bij je doel te komen. Maar ja, dan komt hier een zombie heen en daar wil ik eigenlijk even vanaf. Oh ja, zo. Dat houdt hem al even bezig. En hopelijk krijgen we zo nog even een pea shooter of een snowpea of zo. Ja, heel fijn, dankjewel. Ja, het is wel fijn dat we nou zo eventjes net nadat we Dr. Edgar Zombos hebben verslagen, dat we even rustig aan kunnen doen met de minigames. En dat is ook wat fijn voor mij, want ik zei al, ik ben verkouden en ik heb het toch al best wel druk. Maar ik heb nou eindelijk vakantie trouwens, dus carnavalsvakantie op dit moment. Ik ben net uit school, dus ik ben vanmiddag uit school gekomen en dat was helemaal geweldig. Nu heb ik gewoon vakantie, dus dat is echt super vet. Ja, ik zit nog steeds met mijn drinken hier zo, want alles wat ik in het vorige part zei, dat is in dit part gewoon hetzelfde, want ik film dit precies daarna. Dit kan best wel een lange minigame worden, dus het ligt aan hoe je speelt. Sommige die gaan heel snel, en,
Sommigen gaan heel langzaam, ja, dat is maar net hoe het gaat. En dat is ook met dat gokken ook, want dit is eigenlijk gewoon een gokspelletje. Soms gaat het goed en soms gaat het niet goed, ja, dat is... Want ik heb nou een aantal keer achter elkaar niks gehaald. En ja, nou weer niks, dus het schiet niet echt op. Ja, nou krijg je een peashooter, heel fijn. Maar valt het iemand anders ook op, want hier zo staat... En iets van een peashooter, maar die heeft de blaadjes achter op zijn hoofd van een repeater, dus dat klopt niet helemaal. En het is toch, want een peashooter die heeft toch niet van die blaadjes achterop, die heeft toch gewoon één zo'n ding achter uit zijn kop steken ofzo. Hier, want hier steekt maar één zo'n klein dingetje uit. En bij die... Bij die repeaters hebben ze een aantal blaadjes erachter zitten. Maar... Ja, bij deze gaat het best wel slecht eigenlijk, want het gaat echt super langzaam nu. Ik heb nog maar iets van 525 zon en ja, ik zou er eigenlijk al veel meer moeten hebben. Als hoe slecht het gaat. Maar ja, het is eventjes, misschien is het wel een beetje saai, of, je moet het er maar even mee doen, want ja, deze minigame is ook niet mijn favoriet hoor, want het is gewoon een gokspelletje en soms dan duurt het echt super lang en dan is het hartstikke saai. En de andere keer dan gaat het heel snel, dan ben je zo klaar, dus het... Maar ja, ik kreeg net weer een hele berg met zon, dus dat is ook... Dat is wel vet. Jee, weer een walnoot. Ja, ik zei net dus dat het is vakantie nu. Ik heb net nog school gehad. Ik ben om iets van 2:30 thuis gekomen. En ja, toen had ik dus weekend. Of weekend vakantie, nog beter. Kijk eens aan. Ja, we hadden het laatste uur biologie en het was echt heel serieus, want de lerares die wilde echt nog helemaal serieus echt aan biologie gaan werken in plaats van iets van een film kijken, want we hadden daarvoor op die dag hadden we ook al iets van 2 films gekeken, dus dat was best wel leuk. Oeh ja, dan krijgen we eventjes een hele berg met sunflowers, dus daar ga ik even een aantal dingen voor weghalen. Dat zorgt er wel voor dat het iets sneller gaat, dit proces. Ja, je kunt bij deze minigame ook niet echt bepalen hoe je setup eruit gaat zien, want dat is altijd anders. Maar je krijgt in ieder geval genoeg dingen, zolang je hier maar mee bezig blijft. En dan krijgen we weer, ik weet niet hoeveel sunflowers, dus dat is best wel fijn. Maar je moet niet al te veel aan de zombies denken, want die komen er toch niet al te veel. Zie je, het is maar een heel klein beetje. En dat blijft gewoon doorgaan totdat je het level uitspeelt. Dus je moet niet echt gaan denken van, oh ik wil eerst die zombies dood hebben en dan ga ik pas het level uitspelen. Nee, dat kan niet. Dat kan gewoon niet. Maar ja, zolang je overal een Snoopy hebt staan, gaan die zombies ook heel langzaam als hel. Dus... En weer een sunflower, kijk eens aan. En weer een sunflower, nou. Ja, we hebben echt hier meer sunflowers staan dan iets van peashooters of zo. Nee, daar gaat de sunflower. Nee, ik ga dood, stomme zombies. Ja, hier heb je een walnut. Veel plezier daarmee.
Ja, we komen er wel. We zijn al best wel ver. We zitten nou op 1750 zon, dus we zijn... Ja, we komen er wel. Echt wel. En de reden waarom dat ik ook niet zo lang iets van mezelf heb laten horen is dat ik nou... ik had het best wel druk op school de laatste weken. En hier hebben we weer een trophy trouwens. Ik had het best wel druk op school. En het ging niet samen met het filmen. Dus ik heb hier nog iets minder dan 10 minuten. Ik weet niet of dat ik deze er nog op ga krijgen, maar ik denk het niet. Dus ik ga gewoon iets van de puzzle mode doen. Ik ga Facebreaker doen. Zo, Facebreaker. En ook iemand had op mijn kanaal gereageerd van... ga je nog Facebreaker doen of zo? Want daar ben ik slecht in, of daar heb ik hulp bij nodig. Hier heb je het dus, Facebreaker. Alleen ben ik hier zelf ook heel slecht in. Zoals je wel ziet. Ja, nee, pak die, dat is ook niet de bedoeling. Maar goed. Nee, ik heb bij dit spel heb ik heel vaak dat ik te snel vazen open wil maken en dat het niet de bedoeling is. En dan gebruik ik de dingen die ik krijg op een verkeerde plek of zoiets. Maar ja, ik denk dat dit wel goed gaat, want als dit niet zou lukken, dan is het wel heel erg. Dit is de eerste ronde, maar het wordt echt nog veel moeilijker. Nou ja, dat was het. Het is al de minigames, of de minigames zijn juist wel lang, maar de puzzle modes niet. Dus dan krijg je heel makkelijk de trophies voor en dan is het al gebeurd. En ik denk dat ik gewoon eerst de hele Facebreaker serie ga doen en dan pas de iZombie serie. Want ik vind Facebreaker zelf ook echt niet leuk. Daarom doe ik deze ook eerst liever. Knal! Dat vind ik best wel leuk. Dan gaat hij zo echt bam! Ja, meestal doe ik het gewoon echt een hele rij achter elkaar. Nou, dat is volgens mij niet echt verstandig, maar dat maakt me niet uit. Nou, dit gaat wel lukken, denk ik wel, want hier krijgen we dus die repeaters en die staan de andere kant op gericht. Dat is anders dan normaal, want dit zul je in een ander spel nooit vinden. Of in ieder geval in dit spel op een ander level. Dus het is alleen hier dat ze omgedraaid staan en bij andere Facebreaker levels. Maar die walnut die houdt hem goed tegen. En dan kan die repeater daarachter hem mooi doodmaken. Ja, zoals ik al zei, ik ben ook heel slecht in Facebreaker, dus iedereen die had gehoopt om hier heel veel hulp van te krijgen, dan moet ik je teleurstellen, want ik ga het wel voor zover proberen. Alleen op mijn eigen account heb ik ook echt alle achievements en zo. Behalve dus die te maken hebben met Facebreaker. Nou, dan heb ik hier dus een heel leger, die gaat deze kant op. Een leger van allemaal zombies, een dancing zombie en een buckethead zombie en die backup dancers. Die lopen er allemaal bij, alleen er loopt verder niks. Dus die lopen gewoon langzaam het scherm af. Ja, en het is me wel verteld dat het handiger is om ze juist van achter en dan langzaam naar voren te doen. Die pakt hij niet meer. Nou ja, jammer dan. Zo. Dat is dit de laatste. Ja, oké, mooi. Ja, dit is echt easy money hier zo. Als je echt geld wil verdienen, dan ga je gewoon al deze puzzle modes doen. Want die zijn super makkelijk en die zijn heel kort. Oké, dan krijg je dus van deze.
Ken ik even niet. Oh juist, dit is Chain Reaction. Dat heb ik niet gelezen daarnet. Ja, wat een Chain Reaction, dat is zeg maar dat... dan krijg je echt een aantal van die Jack-in-the-Box zombies en die exploderen dan allemaal achter elkaar. Dat is best wel gnarly. Ja, dat is ook best wel moeilijk. Ja, we moeten die dingen allemaal neerzetten. Het is gewoon allemaal hier. Zo. Ja, wat wel fijn is aan die Jack-in-the-Box zombies is dat ze zichzelf opblazen. En dan heb je er dus geen last meer van. Maar ja, die Chain Reaction, als je daar niet op rekent, dan is dat best wel lastig om te doen. Want dan gaan ze echt allemaal achter elkaar. Ja, en dit is dus echt, het heet ook Chain Reaction, maar dat had ik niet gelezen. Dus dan gaan we door naar de volgende. M is voor metal. Ja, en deze kun je allemaal best wel snel doen. Oeh, daar heb ik best wel geluk gehad daar zo. Wat doe ik hier? Kan ik die weghalen? Kan ik die wegzetten allemaal? Zoiets. Oh ja, nee, dat is wel fijn. Dat is handig. Die loopt gewoon zo zonder dingen. Oh ja, pakken. Oh, kom op, ga dood, kom op. Nee. Wauw, ik ben gewoon verslagen door een... No! Door een Jack-in-the-Box zonder box, ja. Nou ja, dit is dus de eerste game over van deze walkthrough. Dus best wel jammer. En ik had ook eigenlijk wel gedacht dat het zou gebeuren bij een facebreaker level, want ik ben daar echt super slecht in. Dus ja, dan weet je ook dat als ik zeg dat ik ergens slecht in ben, dat het dan ook echt zo is. Maar ja, ik denk dat ik gewoon de strategie die ik hiervoor gebruik is niet goed. Maar ik heb daar niet al te veel geduld voor om dat allemaal zo langzaam per vaas te doen. Oh jee. Hier, pak een squash, hier zo. Een magnet zo. Nog een magnet. Zo. Zo. Ja, dit gaat wel lukken zo te zien. Ja. Oké, mooi. Het ging iets beter dan de vorige keer. Oh, gewoon. Verslagen door een Jack-in-the-Box zombie zonder box, ja. Ja, en de volgende, die hebben ze wel heel grappig genoemd. Scary Potter, in plaats van Harry Potter. Dat is best wel grappig. Oh ja, nou krijgen we dus ook de stump, of de torchwood, of hoe je ze ook wil noemen. En die krijg je erbij, dus die kun je ook gebruiken in je voordeel. Dus als je die dan gewoon hiervoor zet, dan je weet wat er dan mee gebeurt, hè. Dan... Maar die pie sterker is. Dus. Super handig. Ja, volgens mij is het bij dit level zo dat je op een gegeven moment een hele rij met repeaters hierop staan. En van die stumps ervoor of zo. Nee, daar gaat mijn stump. Oké, die daar, die daarvoor. Ah, nee. Wat doe ik? Weer een game over. Niet zo. Is hij dood? Nee, oké. Hier die tallen zo met die ogen. Nou, hij ging gewoon heel langzaam. Nou, kom op, 2 game overs in 1 video. Oké, dat doet de deur dicht. Ik stop ermee. De volgende keer doen we Scary Potter en dan doen we hem goed. Niet zoals daarnet, want dat was gewoon faal. Ja, we zijn over de 20 minuten heen. Fijn, ik krijg weer problemen met YouTube.
Oké, okay, dat is juist wat ik wilde voorkomen, maar goed. Dit was dus... ik durf het niet eens meer te zeggen welk part het was. Gewoon bedankt voor het kijken en dan zie ik jullie allemaal weer bij het volgende part. Houdoe!